Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video en podcast van Twin Flame Rollercoaster Life. Mijn naam is Natasha en ik heb vandaag voor jullie een nieuwe pick your reading voor de nieuwe maan in Schorpioen van 25 oktober. En het is ook tevens een gedeeltelijke zonsverduistering. De dag daarvoor is het lichtjesfeest Diwali. Ik heb daar ook een stukje over geschreven, een artikel. Die kan je vinden onder aan mijn video en ook op mijn website en op de website van de volle maankalender. Ik vind het zelf een heel bijzondere energie ook. En ik zou bijna zeggen, als je de podcast luistert, het is bijna zonde om de podcast te luisteren, omdat ik echt wel ook mooie kaarten heb getrokken ervoor. Met mooie afbeeldingen die ook wel heel veel, heel veel zeggen al van zichzelf uit. Nog meer huishoudelijke mededelingen. Je kan alles terugvinden onderaan mijn video. En wil je een reading aanvragen, dan kan je terecht op mijn website. En heb je daar nog vragen over, neem gerust contact op via mijn website, via het contactformulier. En dan zal ik mijn best doen om al je vragen te beantwoorden. Ja, ik ga gewoon direct door naar de reading. Want ik heb, omdat het de dag voor de nieuwe maan Diwali is, heb ik dus ook dit fantastische kaartendek gebruikt. Hij staat normaal hierboven op mijn kast. En ik denk, dit is echt een fantastische gelegenheid om in die energie een reading te doen. En ik heb daarom ook voor jullie vandaag geen stenen of veren, geen voorwerpen waar je uit mag kiezen. Ik heb twee kaarten getrokken en daar mag je uit kiezen. En dat is dan, daarachter zit dan jouw reading. Dus, ik breng de kaarten even in beeld. Voor degenen die de podcast luisteren, ik heb kaart 1 of kaart 2. Naar welke van de twee word je toegetrokken en kies vanuit daar jouw reading. Sluit je ogen, haal een paar keer adem. En maak dus een keuze uit kaart nummer 1 of kaart nummer 2. Oftewel reading nummer 1 of reading nummer 2. Oké, als je dus een keuze hebt gemaakt, dan ga ik nu door naar de kaart nummer 1. Voor degenen die gekozen hebben voor reading nummer 1. Welkom, dit is jouw reading. Ik breng gelijk de kaart die ik heb laten zien in beeld. En daar zie je dus een hele mooie afbeelding van een Hindoe god. En die heet Chandra. En hoe toevallig. Nou, het is geen toeval, want ik heb de kaarten geschud. En deze kaart viel er ook echt uit. Dat is de Hindoe god van de maan. En ja, en je ziet ook op de kaart je kan bijna zeggen de zon met de maan die ervoor staat. Dus eigenlijk als een soort van gedeeltelijke zonsverduistering wat hier wordt afgebeeld. En Chandra, de hindoegod van de maan, die staat eigenlijk voor de onvoorwaardelijke liefde. En voor degenen die in een tweelingzielenproces zitten, en dat is natuurlijk overal te lezen en algemeen bekend, gaat het om de rust en de balans in jezelf te vinden met onvoorwaardelijke liefde. Tweelingzielen draait eigenlijk alleen maar om onvoorwaardelijke liefde. En of je nou wel of niet een tweelingziel in de buitenwereld hebt, of een soulmate, of een hele mooie vriendschap met iemand, liefde zou geen voorwaarden moeten kennen. En dat is waar deze kaart ook echt voor staat. Vind de balans tijdens deze nieuwe maan in Schorpioen. Vind de balans in jezelf. Ik heb daar ook echt over geschreven in mijn artikel. De balans tussen het donker en het licht. Maar iedereen heeft een stukje donker en een stukje licht in zichzelf. En jij mag tijdens deze
nieuwe maan wordt je misschien op de proef gesteld, hè, met een tweelingziel in jouw buitenwereld. Door middel van triggers, een wisselwerking misschien op aardvlak. Misschien kom jij je tweelingziel wel tegen en triggert jou dat zo enorm. En vraag je af, ja, waarom kom ik hem nou tegen? Hij of zij kan allebei. En dan is het dus de kunst aan jou om de balans en de innerlijke rust daarin terug te vinden. En voor degene die geen tweelingziel hebben, kan het ook een oude liefde zijn die ineens op jouw pad komt. De zonsverduistering staat erg voor onomkeerbare veranderingen, drastische veranderingen in je buitenwereld. En een maansverduistering om eigenlijk je innerlijke wereld. En die hebben we in november, maar we houden nu even alleen op de nieuwe maan in Schorpioen. Ik breng mezelf even in beeld. Ik heb daarna de Ace of Pentacles getrokken. En dat vind ik echt een hele mooie aansluiting. Is uit het tarot op de vorige kaart. En ik spiek heel even, want deze kaart staat eigenlijk voor een kans. Een kans die jou geboden wordt. Ik breng even de kaarten in beeld. Er is een kans die jij krijgt. En ik had het net over, misschien kom je een oude geliefde tegen. Er wordt jou een aanbod gedaan. En misschien is dat wel van een geliefde of van jouw tweelingziel rondom de eclipse. Want de eclipse heeft best wel een uitwerking voor langere tijd. Ik denk misschien zelfs tot aan de volgende volle maan zijn er dingen die op jouw pad komen. Personen die misschien op jouw pad komen. En dan krijg jij eigenlijk de uitdaging. Helemaal als het gaat om tweelingzielen, die hebben dan weer te maken met blauwdrukken, met zielsafspraken. Eigenlijk alle ruis om jou heen uit te proberen zetten, de innerlijke rust proberen te vinden door de dingen die gebeuren of kansen. Maar de Ace of Pentacles is ook een hele mooie kaart trouwens. Het is het concreet maken, het realiseren van dingen in jouw buitenwereld. En misschien heb je al heel lang een gevoel of een gedachte of iets wat je nog wilt uitspreken, wat jij concreet wil neerzetten of zeggen tegen een geliefde die jij tegenkomt. Dus doe dat dan ook. Kijk, een zonsverduistering op de dag zelf, daarnaast misschien niet handig om echt vanuit een wond te reageren vanuit pijn. Maar als jij in balans bent, dan kan jij op een heel mooi niveau communiceren met de persoon die jij lief hebt of die jij heel lang niet gezien hebt. En dat je met die persoon een normaal gesprek zou kunnen voeren. Ik weet niet waarom ik dit eigenlijk allemaal zeg, maar zoals velen van jullie weten, ik gooi het er maar gewoon uit. Omdat ik zoveel reactie krijg van mensen die resoneren ermee. Terwijl ik nu hier zit en denk, nou, ik hoop dat het resoneert. Zo niet, laat het alsjeblieft los, want dan is het niet jouw reading. Je ziet daaronder choose your battles. Dus als ik net al zei, je hebt daarin ook een keuze. Of jij bepaalde stukken met iemand die je tegenkomt. Of dingen die je worden aangeboden. Situaties. Choose your battles. Weet je, kies jouw battle. Ik kan het gewoon bijna niet in het Nederlands vertalen. Jullie begrijpen hopelijk wel wat ik hiermee bedoel. En je ziet daar ook drie gezichten en ik krijg bijna een soort van, heb jij misschien meerdere geliefdes of heb jij één tweelingziel en weet jij even niet meer, zie je door de bomen het bos niet meer. Heb je te maken met vrienden of mensen om je heen, mensen die eigenlijk misschien niet zo heel erg meer met jou resoneren of er iets van vinden, ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Maar vind jouw innerlijke rust. Maar dan ga ik weer naar de kaart waar Peace op staat. Van Chandra, de Hindoe god van de maan. Die staat dus, zoals ik al zei, voor onvoorwaardelijke liefde. Jij weet wat jij voelt van binnen. Ook al zit jij in een tweelingzielenproces die soms best wel eenzaam kan zijn. Want ik krijg vaak in readingen toch wel ook
ja, de vraag van, weet je, hoe kan ik me verbinden met mensen die mij begrijpen? Weet je, dat is iets wat jij kan aantrekken. Als jij je gaat richten op jezelf, de balans gaat vinden binnenin jezelf, ga je ook resoneren of mensen aantrekken die bij jou passen, hè? Met wie jij gelijkgestemde personen. Dat was het woord. Want choose your battles. Kies met wie je de strijd wil aangaan. Of het kan ook zijn dat jij een bepaalde strijd met jezelf aan het aangaan bent. En dat het misschien door de zonsverduistering omhoog gehaald wordt. Of iets wat je wegstopt. En dat er toch iets is waarmee je de strijd mag aangaan in jezelf. Om die innerlijke rust te gaan vinden. Want hoe je het went of keert, je kan het blijven wegstoppen, maar het gaat gebeuren. En dan ga ik gelijk naar de volgende kaart. Refusing to see. Dus wat is het wat jij niet wil zien? De kaart Peace van Chandra. Die staat voor het kruinchakra. He, dat zei ik al. Die staat in verbinding met het universum. Met het goddelijke. Met het grotere geheel. Dus wat vanuit het grotere geheel zie jij niet? En dat is iets wat alleen jij, waar jij achter kan komen. Dat kan ik jou niet zo in deze reading vertellen. Maar als jij luistert en jouw innerlijke strijd misschien ook wel loslaat. Hè, je battle niet meer aangaat met de verkeerde personen, met de verkeerde dingen. Je niet meer richt op de buitenwereld, maar echt die innerlijke rust gaat proberen te vinden. En ik denk dat jij, als jij deze reading hebt gekozen, of deze reading na de zonsverduistering ziet, en dat dat misschien al gebeurd is, dat je daardoor misschien ook nog inzichten krijgt voor jezelf waarom zoiets gebeurt. En wat wil jij dan niet zien? Wat is het wat jij niet wil zien? Wees ook eerlijk voor jezelf. Wees eerlijk naar jezelf toe en wees ook misschien eerlijk naar je buitenwereld toe. Met wie die personen op die kaart die kijken, met wie ben jij in gevecht? Aan wie wil jij jezelf bewijzen? En misschien is het iets dat waar jouw tweelingziel jou ook op triggert. En dat dit met de zonsverduistering en de nieuwe maan in Schorpioen. Want Schorpioen die haalt alles naar boven met deze nieuwe maan. Dat kan ik je wel vertellen. Daarnaast ligt wel echt een hele mooie kaart. Want het is niet natuurlijk altijd kommer en kwel. Maar ja, als het helemaal fantastisch was, dan zou ik deze reading natuurlijk ook niet voor jullie doen. En dan zouden jullie mijn reading ook niet kijken of luisteren. Parvati staat daar, of ligt daar als in de kaart. En die staat voor positieve veranderingen. En ze is ook de godin van de bergen. Ik vind het echt hele bijzondere kaarten vandaag ook. En misschien zie jij ook wel tegen een berg op. Hè? Nou, ik kom gewoon niet meer uit mijn woorden. Zie jij als een berg ergens tegenop? Dankjewel, dat was het. Waar kijk jij, waar hik jij tegenaan en wat weiger jij te zien? En dan ga ik weer naar de kaart die daarvoor lag. En ik ben eigenlijk nooit zo van dat ik boekjes gebruik of uit boekjes voorlees. Maar voor de kaart van positieve veranderingen wou ik toch wel even dit aan jullie voorlezen. Omdat ik het zelf heel passend en resonerend vond voor deze hele reading. Parvati is de Hindoe godin van de bergen, van het huwelijk en van huisgezinnen. De legende vertelt dat Shiva, de Hindoe god, door verdriet was overmand na de dood van zijn eerste grote liefde Shati. Omdat hij zich daarom terugtrok in een grot in de bergen. Toen Parvati in de bergen werd geboren, werd Shiva diep getroffen door haar toewijding aan het helpen van de planeet. Zij werden één in de liefde en kregen een zoon Ganesh. Roep Parvati aan voor troost en voor oplossingen bij alles wat een probleem lijkt te zijn, met name als je mediteert in de bergen. Dit is de tekst die in het boekje erbij staat en ik vond hem zelf echt heel mooi, want het stukje is: zij werden één in de liefde en kregen een zoon Ganesh. En daar heb je dus ook weer een soort van die innerlijke rust, die heelwording in jezelf
onvoorwaardelijke liefde. Het is wel heel erg een reading. Sorry voor degene die kijken die geen trainingsziel hebben. Maar ja, ik ben natuurlijk, net als je van Twin Flame Rollercoaster Live, dus daar draait het uiteindelijk wel vaak in mijn readingen om. Dus je wordt met deze nieuwe maan overduidelijk gedwongen. Het kan zo zijn, als het niet resoneert, laat het los. Om naar die onvoorwaardelijke liefde te gaan, naar die innerlijke balans. En de battles die jij niet wil aangaan met jouw trainingsziel in jouw buitenwereld, met jezelf. Het wordt gespiegeld. En misschien vind je het op het moment zelf dat er drastische veranderingen in jouw buitenwereld zijn. Het kan zijn dat jouw trainingsziel ineens besluit, ik ga verhuizen naar het buitenland of andersom. Hè, dat kunnen drastische veranderingen zijn in jouw buitenwereld. Maar kijk maar naar de kaart positieve verandering. Je ziet een wiel op de achtergrond. Dus het wiel gaat draaien. Dus worden deuren geopend door bepaalde verschuivingen in de buitenwereld die je op dit moment misschien, of later als je deze reading hebt gekeken en er gebeurd was. Er is een reden voor. Het wiel, het rad van fortuin, het wiel des levens, die draait door. En er is altijd een reden voor. En misschien wellicht zie je dat nu niet, of zit je nu ergens in. Er komt een positieve verandering aan. Het is een positieve verandering, want jij gaat er alleen maar van groeien. Dat is echt een beetje hoe ik het doorkrijg. Ik vind het een hele positieve verandering. En ga niet meer de strijd aan met personen die jou niet meer dienen. Want het heeft geen zin. Het is zonde van jouw energie. En dat is ook een stukje wat jouw trainingsziel jou kan spiegelen. Dus let vooral op tijdens deze nieuwe maan. Wat wordt er gespiegeld over mensen in jouw buitenwereld? Dan ga ik weer naar die kaart. Choose your battles. De spiegels, die gezichten die jou aankijken. Wat is het wat jij mag aangaan met jezelf? Wat wordt er gespiegeld? En wat wil jij niet zien? En vind die innerlijke balans en die Ace of Pentacles zegt dat daar wel echt groei in zit. Want je ziet de handen en de wortels. Je hebt je zaadjes geplant voor jezelf. En daar zal echt wel een mooie positieve verandering voor jou uitkomen. Maar dat komt wel echt vanuit het diepste van je ziel komt dat. En de zonsverduistering staat voor een meetmoment voor veel trainingszielen. Je wordt op je pad gezet vanuit zielsafspraken, vanuit blauwdrukken. En dat is ook een beetje wat ik bij deze reading voel. En het voelt bijna als een soort van waarschuwing, wil ik niet zeggen. Maar er zijn gewoon bepaalde dingen die moeten gebeuren. Ik vind het zo apart, deze reading. Ik vind het ook zelf wel echt heel mooi. Dus laat me alsjeblieft weten als je hiermee resoneert. En jij hebt ook zelf bepaalde keuzes in handen. De Ace of Pentacles. De kans die je wordt aangeboden is toch ook wel iets wat jij zelf draagt. Dus wat jij zelf uit kan dragen of wat uitgedragen wordt naar jou toe. En dat jij mag gaan ontvangen. Dus zie dan ook wat er door het universum aan jou gegeven wordt. Het is weer die kaart refusing to see. Dus wees ook dankbaar. Wat er ook aan de hand is bij jou en jouw trainingsziel was, wees dankbaar voor de dingen die je wel hebt ontvangen. Voor bepaalde stukken die jullie hebben uitgewerkt al. Ook al zie je je trainingsziel niet, probeer daar ook naar te kijken wat hij of zij jou gebracht heeft aan het innerlijk werk. Zo, nou. En dat geldt niet alleen, ik breng mezelf in beeld, dat geldt niet alleen voor trainingszielen. Dat geldt sowieso met soulmate zielsconnecties. Of heb jij misschien zit jij in een karmische relatie en weet jij zelf nu even niet hoe je daaruit moet komen. Dan is het ook choose your battles. En misschien zit jouw trainingsziel wel in een karmische relatie. En zie jij het liefst vandaag als morgen jouw trainingsziel eruit komen. Maar er is wat is daarin wat jij niet wilt zien? Want er is een reden waarom hij of zij in een karmische relatie zit. Dat heeft te maken met zielsafspraken. Dus jij mag je eigen stukken daarin gaan oplossen. Want dat is vaak
met een tweelingziel of een zielsconnectie is dat de andere kant iets uit te werken heeft voor jezelf. En dan heeft de andere kant, de counterpart, gewoon ook een heel groot stuk. Ja, die hij of zij zelf mag gaan uitwerken. Dus probeer dus dat proces ook te doorzien. En dat gaat zoveel positiviteit opleveren in je leven. Voor degenen die kijken. Laat mij weten of het resoneert. Ik heb ook uit de Twin Flame Messages een deck. Uit de Twin Flame Messages deck een kaart getrokken. En die vond ik wel heel mooi. Er gebeuren steeds dingen die mij aan jou doen herinneren. En dat is wel heel mooi als afsluiting voor deze reading. Met bepaalde triggers. Wat is er een trigger bij jouw tweelingziel? Misschien wat hij of zij niet wil zien. Ja, die venen kijkt naar beneden. Ik denk dat heel veel vrouwelijke kijkers die een mannelijke tweelingziel hebben in de buitenwereld toch wel met deze kaart resoneren. Maar probeer de vinger niet te wijzen naar de counterpart, naar jouw tweelingziel. Want jij hebt jouw eigen innerlijk werk ook te verrichten. En dat is waarom jullie op dit moment in de buitenwereld niet samen zijn. Omdat jij die innerlijke rust mag vinden, die onvoorwaardelijke liefde. Die heelwording in jezelf. En dat is al, als jij dat doorziet en dat gaat voelen. Dat is al ook al op zich een positieve verandering. Dus probeer de kansen die je van het universum krijgt aangeboden. Wat het ook is in jouw geval. Ook in overvloed. Op aardsvlak. Probeer daar dankbaar voor te zijn. Hè? En ga doorsta deze periode met vlag en wimpel. Ik ga wel van die hele van die spreekwoorden binnen. Maar goed, het zou er ergens goed voor zijn. En onthoud deze kaart. Deze kaart, als jij 7 misschien zit als getal in jouw buitenwereld. Of daar heel veel mee hebt. Ik weet het niet. Innerlijke rust. Ik vind echt een hele mooie kaart zelf ook. Een hele bijzondere periode. Ook de eclipsperiode. Of eclipsseizoen. Ik heb er zelf al echt wel een paar meegemaakt waarin dus echt toch wel ook voor mezelf elke keer maar weer toch echt die drastische veranderingen in mijn tweelingzielenproces werd. Het gebeurde. En dan geef ik readingen en ik weet het vaak zelf ook niet wat er aan zit te komen. Dus probeer daarin gewoon die innerlijke rust te vinden. En kijk maar wat er op je pad komt. Je kan het aan. Nou. Ik denk dat dit was de reading voor degene die gekozen hebben voor kaart nummer 1. Laat me alsjeblieft weten of het resoneert met jou. En ik wens je bij deze alvast een hele fijne nieuwe en mooie, fijne nieuwe maan. Sorry. Dan gaan we nu door naar de tweede reading voor degene die gekozen hebben voor kaart nummer 2. Welkom bij jouw reading. Ik breng gelijk even de kaart in beeld waar jij voor hebt gekozen. En die komt ook uit de Sacred Mysteries, de Chakra Oracle. En deze kaart staat dus gelinkt aan het tweede chakra, aan de sacrale chakra. En die is ook verbonden, zoals velen van jullie waarschijnlijk ook wel weten, aan het element water. De nieuwe maan in Schorpioen is ook verbonden aan het water, want het teken van Schorpioen is verbonden aan water, is een waterteken. Ik kom echt heel erg, ik krijg zoveel dingen tegelijk door dat ik niet zo lekker uit mijn woorden kom vandaag. Het is ook best wel een heftige energie die van het collectief en de zonsverduistering, dus excuus. Het sacrale chakra staat voor emotie, seksualiteit en de verbinding ook met anderen. En dan kom ik op de volgende kaart uit de opgestegen meesters. Ik heb dit volgens mij in de vorige reading voor de volle maan ook gehad. Dat reading nummer 2 ook iets heel overduidelijk over tweelingzielen ging. En nou ben ik natuurlijk een twin flame reader, maar soms is het wat algemener en benoem ik zielsconnecties en soulmates. En net als in de vorige reading. Maar er komt vrij weinig ook een kaart uit die zegt tweelingvlam. Want het gaat nou eenmaal over tweelingzielen. Dus dat lijkt mij duidelijk. Maar deze kaart wil toch echt zeggen dat het
ja, dat deze reading echt wel gelinkt is echt voor tweelingzielen. Dus als je deze reading gekozen hebt en je hebt geen tweelingziel, dan resoneert dit misschien niet met je. Maar deze kaart kwam bij mij binnen. Kan dus ook betekenen dat als jij misschien twijfelt of jij een tweelingziel hebt, of die persoon een tweelingziel is, dat die persoon dan ook misschien wel jouw tweelingziel kan zijn. En ik kan dat natuurlijk niet zo via YouTube zo vertellen. Dat vind ik niet. Dat past niet. Maar ik vind wel altijd dat jij mag uitgaan van jouw eigen innerlijk weten. Jij weet wat jij voelt. Dat zeg ik ook altijd in mijn persoonlijke readingen. Blijf dicht bij jezelf. Maar ik had het dus over water en het sacrale chakra en over de verbinding met anderen. En daarnaast kwam dus de tweelingzielkaarten uit. Op het sacrale chakra kan er ook heel veel ontwikkeling zijn rondom deze nieuwe maan ascensiesymptomen. Of je de verbinding tussen jou en je tweelingziel wordt op dat stuk, op het buikgebied, heel erg gevoeld. Wat we houden, dat is heel bijzonder dat dit zo doorkomt. Daarnaast ligt de Two of Cups. Dat is ook een kaart die gaat om verbindingen. Dus ik blijf echt bij dat tweede chakra hangen. Zijn er misschien ook koorden van anderen die je mag doorsnijden of mag loslaten? Komt ook nog even door. Bekers 2, de Two of Cups, staat echt voor een ontmoeting of een verzoening op zielsniveau. Dus weer dat echt dat hele diepe tweelingziel. Ontmoetingen misschien wel in je droom of op hoger niveau. Of dat jij daar niet bewust van bent en dat jij meer op die verbinding mag gaan zitten. Dus als we dan kijken naar de volgende kaart, dan staat daar detach. En die kaart staat voor onthechten. Dus er is echt wel iets dat jij meer naar die verbinding in jezelf mag gaan. Dus naar jouw buikgebied. Kijk, jij bent altijd verbonden met jouw twin flame vanuit het hart. Daar loopt een goudkoord. Maar je mag vanuit je buikgebied die verbinding wat meer gaan voelen. Die verbinding met jezelf gaan maken. En daarin ook emoties gaan helen. De nieuwe maan in Schorpioen gaat over emoties. Schorpioen met de staart prikt jou echt. Dat staat in mijn artikel, heb ik daarover geschreven, om naar die emoties te gaan. Dus alles in jouw buitenwereld ook los te laten en die verbinding echt aan te gaan. En daarnaast ligt de kaart Moving On. En ik krijg een beetje een soort van iemand die vertrekt. En je ziet daarnaast wel water weer. Dus het is heel erg in verbinding op dat emotionele stuk. Is iemand bij je weggegaan? Heeft jouw tweelingziel jou verlaten? Is hij aan het rennen? Ik vind het zelf altijd lastig om te zeggen dat een tweelingziel jouw runner is en jij bent de chaser. Maar je mag daar dus van gaan detachen, van gaan onthechten van dat hele aardse stuk. Dus echt deze zonsverduistering kan ook zo zijn dat jij daarop gewezen wordt. Dus probeer daar alsjeblieft, ga flowen. Probeer niet te, sorry voor degene die, ik bedoel het niet vervelend, maar probeer echt dat stuk in de buitenwereld van jouw tweelingziel gaan los te laten. En ga wat meer flowen op je gevoel vanuit dat tweede chakra. Daar zit zoveel voor degene die nu kijken waar wat jij waarschijnlijk mag helen. En wat met deze nieuwe maan in Schorpioen ook echt wordt aangeraakt. Want in je buikgebied, op dat sacrale chakra, zitten je emoties. En je verbindingen. En probeer daarin je gevoel op een hoger bewustzijn te gaan samensmelten met jouw geliefde, met jouw tweelingziel. Want dat zie je dus op de Two of Cups. En dat is best wel pittig. En ben jij daar nog niet, dan kan het zijn als jij deze reading kijkt en er ontzettend veel gebeurt in jouw buitenwereld, of is gebeurd in jouw buitenwereld tijdens deze zonsverduistering. Weet dan dat daar een reden voor is. Dat jij mag gaan onthechten, een detach. En
11 zie je op die kaart is een ontzettend hoog spiritueel getal. En dat doet me ook wel denken aan de maand november. Dus deze reading geldt ook wel voor iets langer. Want dat heb ik bij de vorige, bij reading nummer 1 volgens mij ook gezegd. Of in het begin, of het staat ook in mijn artikelen. Dat deze, het is een eclipse seizoen. Dat wordt niks voor niks zo genoemd. Dus op weg naar de volle maan kan het zijn dat er gewoon drastische veranderingen in je buitenwereld gaan plaatsvinden. Wat daarin gebeurt, dat kan ik natuurlijk niet zo zeggen. Maar probeer in deze periode te flowen. En dat zegt de kaart die jij gekozen hebt, die symbool staat voor deze reading, eigenlijk het hoofdonderwerp. Probeer te blijven flowen. En wat er ook gebeurt, drastische veranderingen met jouw tweelingziel in de buitenwereld. Probeer die connectie, die hogere commitment van jullie, probeer die te voelen in de energie. Want je tweelingziel is er altijd. En ik breng mezelf even in beeld. Die verbinding is er altijd. Ik heb een kaart getrokken uit de Twin Flame Messages. En er zijn mensen die dit moeten horen. Ik vind het best wel een pittige reading zelf hoor, deze. Allebei. Jij voelt als thuis voor mij. Dus weet dat jouw tweelingziel of je geliefde in de energie zijn jullie elkaars anker. Weet jouw tweelingziel of andersom dat jullie elkaars thuis zijn. Maar dat probeer echt van die buitenwereld te onthechten. Die L staat echt voor de spirituele verbinding. En ik krijg ook een beetje 11-11 al door, 11 november. En probeer echt naar die verbinding te gaan. En misschien zie jij wel ontzettend veel 11 in jouw buitenwereld. De engelen proberen jou echt wat te vertellen. Om te gaan verbinden op dat hogere niveau. Echt tweelingzielen. Ja, die staan daarvoor, voor die commitment op een higher, op een hoger, higher level. Deze kaart zegt daar ook echt alles over. Die verbinding, die spirituele verbinding die jullie hebben, die is er. Ik weet niet waarom ik dit nou zeg, maar die kaart moving on. Ik blijf er echt in hangen. Deze reading zit vol met tweelingzielen signs. Dus misschien zijn er mensen die op deze reading stuiten die niet wisten of weten misschien dat ze met een tweelingziel te maken hebben. En dat dit jouw wake-up call is. Ik heb geen idee waarom ik dit zeg. Moving on. Ja, jij of een andere persoon gaat deze periode, ik kan er echt niks anders van maken, verder, door of weg of kiest een andere richting. Hoe pijnlijk dat ook voor een van de twee kan zijn. Maar je bent, moet ik het weer aanhalen, die oneindige verbinding, zwanen, getallen met 11, het is er, maar jij voelt als thuis voor mij. Hè? De Two of Cups is eigenlijk, wow, hij wordt echt gewoon uit mijn handen, valt die van de energie. Vind ik zelf eigenlijk de tweelingzielenkaart wel in het tarot. En ik vind het zo apart. Probeer dus, de boodschap is ook te flowen in deze periode. En ontzettend dicht bij jezelf te blijven. En laat het proces gaan en ontstaan. Want er zijn dus blijkbaar dingen die jij, waar jij doorheen moet of mag. Om dus het proces te doorlopen. Weet je, toen ik net aan mijn tweelingzielenproces begon, wist ik niet eens. Of toen ik erin zat, wist ik niet eens dat ik dat het een tweelingziel was. En ik zeg ik op 11-11. En ik ben daar zo doorheen gegaan met alles, met het onthechten. In de chase modus. Ik heb dat echt zeker een jaar gedaan. Ik moest leren onthechten. Het is voor mij ook best wel confronterend. Of misschien zijn er oude stukken, want ze heeft ook donker haar. Misschien zijn er wel oude stukken die met deze nieuwe maan in Schorpioen omhoog komen. Dat
op omhoog kan komen. Voor degenen die kijken die al wat langer in het tweelingzielenproces zitten. Heb jij een tweelingziel en zijn jullie al een tijdje, hebben jullie geen contact en heb je moeten leren onthechten in het klassieke tweelingzielverhaal. Runner, chaser, de pijn die je hebt moeten doorlopen, de stukken. En gebeurt er iets in jouw buitenwereld met deze zonsverduistering? Want zonsverduistering staan voor drastische veranderingen. Was jij al verder gegaan? Weer water staat voor emotie in de buik. Dan kan het zijn, ik heb geen idee waarom ik dit zeg, dat met deze zonsverduistering die stukken, bepaalde dingen die, waarvan jij dacht dat jij die had geheeld, waarvan je dacht dat jij die had afgesloten, door de schorpioen worden aangeraakt, wordt geprikt. En die dus omhoog komen uit het verleden en de stukken die jij dus waarschijnlijk mag aankijken. En flow alsjeblieft, dus probeer te flowen vanuit, ja, vanuit die verbinding die jij al hebt met jezelf. Want jij weet waarschijnlijk al, voor degene die wat langer in het tweelingzielenproces zitten, wat je mag doen. Dus probeer weer te verankeren, no matter what happens. En dat kan jij. En je weet dit. Je weet hoe dit werkt. En ik word gedwongen om nog een kaartje uit dit deck te trekken. Dit is echt kaart nummer 2. Deze is echt een twin flame reading. Sorry voor degene die kijken die geen tweelingziel hebben. Maar ik ben een twin flame reader. En dat komt heel heftig omhoog. Ja. Nou, heel duidelijk. Ik ging weg omdat ik hoopte dat het wel zou overwaaien. Daar heeft deze denk ik dan toch wel mee te maken. Waarschijnlijk dus niet. Als deze kaart zegt dat. Weet dat aan de andere kant waarschijnlijk daar, ja, ook stukken omhoog komen. Dat daar ook geheeld wordt. Ook al neemt je tweelingziel geen contact met je op in de buitenwereld. Je mag vanuit, je mag vanuit het innerlijk weten, vanuit die onthechtingsmodus, vanuit die spirituele verbinding, dat helen en daar zelf naar kijken. En je tweelingziel is eigenlijk daar gewoon de trigger in. En deze vond ik wel, die valt er net uit. Ik hoop dat je er nog bent als ik terugkom. Dus daar moet ik ook weer aan deze denken. Voor degenen die kijken, zullen we hier waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk wel mee resoneren of niet? Laat het dan alsjeblieft los als dat niet zo is. En wat ik ook schrijf in mijn artikelen is dat voor degenen met tweelingzielen hebben altijd te maken met een zielscontract. En die zijn eigenlijk leidend in alles. Dus ik moet eerst mijn contract afwerken. Dus zit jouw tweelingziel, of wat ik had het over volgens mijn karmische relatie, zit die in een relatie, weet dan dat dit, er is een contract. Er is iets gewoon wat die persoon, jouw tweelingziel, eerst moet afwerken of uitwerken met die ander. En dus je mag daarvan gaan onthechten. En je mag dus, ja, moving on is niet zo makkelijk in een tweelingzielenproces. Maar er zit waarschijnlijk voor de kijkers die deze video kijken echt een stuk in. Ja, die hij of zij moet aangaan met iemand anders. Ik kan het niet leuker maken dan hoe ik het nu breng. Maar ja, het tweelingzielenproces is niet altijd even makkelijk. En ik ben in mijn readingen altijd heel eerlijk en probeer heel concreet te zijn, zodat je er ook echt wat aan hebt in jouw dagelijks leven. Want ik heb daar zelf ook nog steeds mee te maken in het dagelijks leven, in mijn buitenwereld met een tweelingziel. En ik weet hoe dat is. En ik probeer jullie daarin dus ja, gewoon te helpen, handvaten te geven, zodat jij ja, makkelijker jouw proces kan doorlopen. Dus ik hoop dat ik dat met deze reading een beetje heb gedaan. Ondanks dat de zonsverduistering heel heftig kan klinken, probeer te flowen
En die verbinding te vinden in jezelf of met het universum, met de engelen. Het is ook een engelengetal. Vraag de engelen om hulp, want die zijn er echt voor jouw tweelingzielenproces. Ze mogen alleen niet. Je hebt te maken met vrije wil. Dus de engelen komen als jij hun aanroept of oproept. En kijk ook naar veertjes, naar getallen. Weet dat jij geleid wordt, ondanks waarschijnlijk dat jij in een heel lastig stuk zit of komt. Of al inmiddels een stuk achter de rug hebt. Dat kan ook met jouw tweelingziel. Of oude stukken worden aangehaald waarvan je mijn god niet wist dat dat eraan zou te komen. De kaarten vallen uit mijn hand. De energie voor de eclipseseizoen en deze reading vind ik zelf echt wel heel erg pittig om ook door te krijgen, want ik voel dat ook tijdens die readingen. Dus ik hoop echt dat ik dat jullie er wat aan hebben en ermee resoneren. Ik denk dat het wel klaar is en dat ik wel genoeg gezegd heb voor nu. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Dat kan. Kijk op mijn website en laat het maar weten of je wel of niet resoneert. Kan ook dat je er niet mee resoneert. Dat mag je ook onderaan mijn video posten. Maar probeer het daarin ook natuurlijk voor jezelf los te laten. Ga het allemaal niet invullen. Nou, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne, mooie en nieuwe maan. En misschien tot snel. Doeg! Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and reels.